Bureau Bart. RN7. De boeiendste verhalen. Achter de mooiste boeken. Iedere vrijdag. In Hoofdstuk Hoordijk. Marjolein, op deze vrijdag een hele goede morgen. Ja, goedemorgen. Kleine aanloop naar het Nationale Boekenweek. Ja. Ja, er is namelijk van de week is het thema bekendgemaakt. En de essayist. We wisten al dat Anniet van der Zijl het Boekenweekgeschenk ging schrijven. Maar er is ook altijd een essay. En dat essay dat de schrijver van het Boekenweekgeschenk mag gewoon doen waar hij zin in heeft. Maar de essayist moet iets met het thema. En het thema dit jaar is rebellen en dwarsdenkers. Rebellen en dwarsdenkers. Yes. En, ik raak getriggerd. En Eus Kanakjel, die gaat het geschenk schrijven. Dat is natuurlijk wel een Nederlandse rebel. Maar bij mij ging het toen ik dat hoorde. Sowieso word ik aan zich al blij van zo'n thema. Beter dan dat van vorig jaar. Maar bij mij gingen er ook gelijk allerlei radartjes draaien. En ik werd helemaal blij. Belletjes rinkelen. Alles. Rebelletjes. Alles. Ja, rebelletjes inderdaad. Nee, en ik moest gelijk aan één schrijver denken waar... Ja, dat is voor mij de grootste rebel zo ongeveer binnen de literaire wereld. En het feit dat daar een opstootje over is geweest midden jaren 80. Oh. En toen dacht ik, hé, maar daar moeten we wel wat mee. Ja. Een opstootje van een schrijver. Ja. We hebben het geloof ik over Bukowski. Ja, Charles Bukowski. Charles Bukowski. Klopt. En ik heb hier een brief van deze man. Ja. Ja, en die brief heeft hij niet zomaar geschreven. Charles Bukowski is een beetje zo'n outlaw schrijver. Hij, you hate him or you love him. Hij wordt verguisd door de mensen. Maar juist daardoor heeft hij dus dat rebelse status bereikt. Hij schrijft namelijk... het is die man die zoop, die snoof. Hij neukte er een end op los. Maar een beetje de Herman Brood onder de schrijvers. Ja, een beetje wel. Ja. En hij zat heel erg veel in de kroeg. En wat hij daar zag, dat observeerde hij. En hij zoop zich helemaal te pletten. Dan ging hij schrijven. Ja. En dan 's ochtends, als hij weer een beetje bijgekomen was, dan bekeek hij de proppen die weggegooid had, wat er uit de typemachine was gekomen. En dan beoordeelde hij of dat het dan wat was of niet. Ja, ze zeggen wel eens, kinderen en dronken mannen, die spreken de waarheid, hè? Nou ja, in zijn boeken werd dus de waarheid gesproken. De waarheid volgens hem. Maar die waarheid is dus af en toe best wel aanstootgevend. En wat is er nou met midden jaren 80 gebeurd? De directeur van onze bibliotheek, gewoon die hier in Nijmegen. Ik weet niet hoe ze heet, dat durf ik niet te zeggen. Maar er waren een heleboel klachten binnengekomen over het boek Verhalen van de Alledaagse Waanzin. En zij is dat boek gaan lezen. En er zat een verkrachtingsscène in. En zij besloot, dit kan niet. En zij heeft dat boek gecensureerd en uit de collectie gehaald. Nou, voordat zo'n beslissing genomen wordt... Ja, dat doet een bibliotheek niet heel snel. Dus de ophef was geboren. Ja. Gevoelige snaren geraakt. Ja, weet je, het is ook niet aan een bibliotheek om te censureren. Nee. Hoe vaak gebeurt het eigenlijk? Al een boek, je zegt sporadisch. Hoe vaak is dat misschien? Echt sporadisch. Ja? Het is afgelopen jaar één keer gebeurd met een jeugdboek... dat over Suriname ging, maar echt gewoon verkeerde feiten in stonden. Okay. Dat is eruit gehaald. Maar ik werk 10 jaar bij de BIEB. En dat is in mijn hele carrière de eerste keer dat ik kan herinneren dat er zoiets is gebeurd. En dan zijn gewoon de feiten niet goed. Dus, ja. En in dit geval is het fictie. En fictie is nog iets anders dan een informatief boek. Ja, maar het is een beetje toonzetting. Negatieve toonzetting. Het is negatieve toonzetting. Men vond daar dus van alles van dat boek eruit was gehaald. En toen is er één meneer geweest en die besloot daarover te gaan schrijven. En dat heeft Charles Bukowski zelf bereikt. Ja. En Charles Bukowski heeft hem een brief teruggeschreven. Echt een geweldige brief is dat. Echt op zo'n Remington typemachine getypt. Ja, ik zie het. Ik zit te kijken. Misschien is het leuk om daar een klein stukje even uit te lezen. Oké, ik pak even de derde alinea van dit. Mag ik wel voorlezen, ja, toch? Uiteraard. If I write badly about blacks, homosexuals and women... it is because of these who I met were dead. Ja. Oké. There are many bad dogs, bad censorships, bad white males. Oké, hij zegt dus ook van als ik een slechte zwarte man... of een slechte witte man tegenkom, dan schrijf ik er ook over. Absoluut. Ja. Ja. Wat dat betreft is hij niet ontzienend, hoor. Nee. Het is niet dat hij een specifieke groep eruit kiest. Hij schrijft gewoon over alles en iedereen. Ja, en het is gewoon niet de meest positieve mensen op de hele wereld. Maar tegelijkertijd schrijft hij wel heel erg humorvol in zijn boeken. Het zijn echt ook weer leuke boeken. Het boeiende verhaal van Bukowski. De Big Bukowski, zou ik haast willen zeggen. Ja, ja, ja. Tegelijkertijd... Of dat de omstreden Bukowski.
Ja, nou, en inmiddels is het ook echt... Nou, hij is dus herontdekt. Gelukkig, hij is hergewaardeerd. Hergelijk, ja. Ja, en hij heeft, zijn boeken zijn dus ook allemaal opnieuw uitgegeven. Echt supermooie uitgaven met voorwoorden van echt hele interessante auteurs ook. En die worden nu overal een beetje voor €5 zo aangeboden. Dus als je het boekhandel instapt, dan vind je dat maar bij ons in de BIEB. Ja, ik heb hier een stapel meegenomen wat we zo gauw op voorraad hadden in de BIEB. Nou, dat zijn er al 6 en er zijn er nog veel meer. Maar deze man is gewoon echt een held. En ik weet nog niet wat ik ermee ga doen in die boekenweek. Maar als ik ga me er hard van maken. Hier gaan we wat mee doen. Hier gaan we vaker wat van horen. 1985 gecensureerd, toen uit de boekenschappen gehaald. Ja. En nu is hij weer roemrijk teruggekomen. Lees Bukowski, ontdek zijn werk weer. Het was het niet waard om gecensureerd te worden. Echt niet. Marjolein, dankjewel voor je bijdrage voor deze week.